De Heemkundevereniging Neer had afgelopen woensdag een lezing over Russische vrouwen. Vrouwen die begin vorige eeuw vanuit Rusland naar het Westen werden gestuurd om in de Duitse oorlogsindustrie te gaan werken. Een kleine groep vrouwen kwam in Reuver en Zwalmen terecht. Het levensverhaal is door een van de kleinzonen op papier gezet. Hij gaf ook deze lezing. Je hebt een boek geschreven over Russische vrouwen en je oma was ook een Russische vrouw. Ja. Was dat voor u de reden om dat boek te schrijven? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik heb het verhaal van mijn oma was voor mij heel bekend en heel vertrouwd en ik wist het eigenlijk. En ik heb dat ooit op een lezing al gepresenteerd. En toen ontdekte ik eigenlijk dat van die andere Russinnen, die vrouwen er heel weinig over spraken. En dat de kinderen van die Russinnen er ook heel weinig van wisten. En dat verbaasde mij wel. Ik begreep dat nu achteraf wel. Maar ook om iets te documenteren over het verhaal van die Russinnen heb ik het boek geschreven. Hoe lang zit je ermee bezig geweest? Want ik begreep dat het toch wel veel werk is om dat allemaal bij elkaar te zoeken en om allemaal die interviews te houden. Ja, dat was veel werk en die interviews wel veel werk. Maar mijn moeder had rond de 80ste verjaardag van mijn oma al eens een document gemaakt met een gedeelte van haar levensverhaal. Dus een goede basis was wel voorhanden, maar het aanvullen kostte heel veel tijd en het onderzoeken was ook een hele tijd. Ja, ik denk toch wel dat we daar opgeteld 2 jaar aan bezig zijn geweest. Deze vrouwen die zijn allemaal in de jaren 20 geboren in Rusland. Mm-hmm. Die zijn eigenlijk door de oorlog in Duitsland terechtgekomen in de industrie. En vandooruit is er op een gegeven moment contact gekomen met de mannen uit de omgeving van Bezel en Zwamen. Ja. Hoe ging dat verder toen? Nou, die leerden elkaar daar kennen omdat die mannen er verplicht moesten werken en de Russinnen zaten in die fabrieken. En de mannen zeiden op een gegeven moment op het einde van de oorlog, vlucht toch met ons mee naar Nederland, zodat we daar samen een toekomst kunnen opbouwen. En zo hebben ze eigenlijk in de oorlog nog, sinds ze de grens over gevlucht. En hebben ze hier nog in het tijd ondergedoken gezeten. En na de oorlog hebben ze hier kunnen blijven. Ja. Die vrouwen hebben altijd contact met elkaar gehouden? Ja, die vrouwen waren een hele hechte club vrouwen, die natuurlijk een heleboel gemeenschappelijke herinneringen hadden. En die hebben al leven lang contact met elkaar gehouden. Ja. Hoe ging dat met hun kinderen? Spraken ze Russisch of Nederlands? Spreken die kinderen ook Russisch? Hoe ging dat? Nou, ze hebben zich de taal zelf moeten leren. Dus ze spraken allemaal dialect. Ze waren allemaal een beetje gebroken dialect. Het was duidelijk hoorbaar dat ze van buitenlandse afkomst waren. Maar ze hebben zich dat zelf geleerd. En ze zijn altijd, voor zover ik weet, tegen hun kinderen dialect blijven praten. Ja. Sommige kinderen hebben zich Russisch geleerd en zijn later ook met reizen naar Rusland gegaan om te kijken hoe de moeders vandaan kwamen. Ja. Nu begreep ik ook dat heimwee een grote rol heeft gespeeld, want ze zijn uiteindelijk niet vrijwillig uit Rusland weggegaan. Hè? Wat kunt je erover zeggen? Heimwee heeft een hele grote rol gespeeld. En voor veel vrouwen zo'n grote rol dat ze eigenlijk het hele leven lang ongelukkig zijn gebleven. Terugverlangend naar het gebied hoe ze vandaan kwamen. Inmiddels hadden ze hier natuurlijk ook een gezin en kinderen. En ze hebben toch wel in de spagaat gezeten tussen verlangen naar het leven in Rusland, maar ook het leven wat ze hier eigenlijk hadden opgebouwd. Voor veel vrouwen was dat erg moeilijk. Wat zien uw Russische herinneringen aan die moeder? Mijn mam die had het altijd over Rusland. In huis was ook heel veel dingen die echt aan Rusland herinnerden. De hong, die icoon, dat was haar prachtigste bezit. En ook de samovars. En dan verder had ze echt ook die gewoonte van Rusland om die Russische soep te maken. En als er mensen kwamen, dan stink direct de tafel helemaal vol met de gekste dingen. Dat kost heel gastvrij. En toen mam haar zus uit Rusland op bezoek was, dat was precies hetzelfde. Die was ook 's morgens al druk aan het koken en daar zoek ze dat helemaal in terug. Ze had waarschijnlijk best veel heimwee. Wat kunt je daar nog van herinneren? Maar met altijd heimwee gehad, maar als ze naar Rusland ging, want ze is toen ik al groter was, toch nog dat ik naar Rusland gegaan. Maar dan zag ze altijd van als ik in Rusland ben, heb ik ontzettende heimwee naar u. En als ze bij ons was, dan verlangde ze weer om weer terug naar Rusland te kunnen gaan. En zo heeft ze altijd gezegd, ik heb 2 vaderlanden, ik heb er niet één. Heb je zelf ook nog Russische gewoonten overgenomen? Dat weet ik zelf niet, maar de kinderen zeggen altijd, dat heb ze van oma. Is het boek nog te bestellen? Ja, er zijn nog een paar exemplaren beschikbaar. En die zien te koop in de winkels in Remuñ en via internet op www.alleendenachtegaal.nl.